allemaal, welkom bij weer een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en Aurel en ik gaan gezellig zwemmen. We gaan lekker zwemmen, hè? Zo, ik bouw echt, man. Het zwembad is gewoon gesloten. Voor niks helemaal er naartoe gefietst. Misleidende informatie op mijn website, jongen. Maar we zijn nu op de kinderboerderij. Oh. Zo, nou, we zijn lekker in het zwembad. En heerlijk, man. Ik had hier zoveel zin in. En ik was zo teleurgesteld, jongen, vanochtend toen het niet doorging. Toen die zwembad gesloten was en Spike echt baalde echt. Maar gelukkig kwam ik niet met het idee om hier naartoe te komen. In Krimpen, Lansing, superleuk hier zo. En Aro hier is ook lekker aan het genieten. Ik ga lekker een bakje koffie halen en dan lekker verder zwemmen. Ik was Adel je zwempakje trouwens helemaal vergeten. Echt zo stom van mij, want ik heb een badje in de serre. En toen het zwembad vanochtend niet doorging, had ik haar daar gewoon lekker in gezet. En toen we vertrokken, toen was het vergeten. Want hij was nat en hij was aan het drogen in de serre. Dus ja, shit happens. Zo, lekkere lunch klaargemaakt voor een nieuw vanmorgen. Hey allemaal, het is vandaag woensdag. Nee, dinsdag. Hey allemaal, het is vandaag dinsdag en ik ga recorden bij Selecta in Den Haag. Super veel zin in. Zit een beetje haast bij, want over een maandje ongeveer gaan we toeren in Suriname. En dan moet onze album al helemaal af zijn en uitgebracht zijn zelfs. Dus ja, vandaag recorden. Aroui gaat bij mijn ouders slapen. Ze komen haar zo ophalen. En ik ga dan meteen door naar Den Haag. Ik heb er heel veel zin in. Ik moet ook een promo spotje opnemen. Vandaar dat ik zo gekleed ben. Dit is trouwens het pakje wat ik aan had vorige week tijdens mijn optreden in Zuiderpark. Tijdens het Pakistan Festival. Ik heb er heel veel complimenten over gekregen. Ik had hem echt maar heel kort aan. Dus ik dacht van ik doe hem nu ook gewoon aan. En sowieso leuk voor het spotje. Ja, er wordt ontzettend veel reclame gemaakt nu al in Zuid dat we aankomen. We krijgen ook heel veel reacties van mensen die naar de show komen. Heel veel leuke berichten. En onze foto's die hangen daar ook op billboards. Ik kan niet wachten om daar te zijn en het te filmen en het vast te leggen. En ja, echt heel vet. Zo, ik kom aan op Gouda.
ik wilde hier de trein pakken naar Den Haag en die zou pas 34 vertrekken. Maar die van 19 stond er nog. En de conducteur die, hield de deur nog open voor mij terwijl ze al zouden vertrekken. Dus ik vind dat zo super lief als, als mensen dat doen. Je hebt lang niet, lang niet alle conducteurs doen dat, weet je. En vooral buschauffeurs, jongen. Die zijn soms zo misselijk, die zien gewoon dat je aankomt rennen. Maar dan rijden ze gewoon weg voor je neus. Het is weer zover. We zijn weer in de studio bij Selecta. Ja hoor, echt. Dit is echt een nou, we gaan eerst een radiospotje opnemen. Ik heb nacht aan dit afgezet. Echt misselijk, 9 uur tot bam. Of je kan je naam. Voorverkoopadressen: Paramaribo, Queens Hotel, Satie's Music Center, alle filialen, Kawish, Coco Biocoweg, Winkel, F. Wasier, Lijsweg, Rams, alle filialen, AA, Autoservice, Bommaweg 43, Highway Rotti Shop en The Garden. Oké dan. Bommaweg 43, Highway Rotti Shop. Zo, mijn neus zat dicht. Select heeft me één stuk Dogs gegeven met die echt in peper gebakken was door zijn moeder. Zijn moeder kook ook super lekker trouwens. En voilà. Weer mee helemaal beter. Game is strong. Hula, game is strong. Hula, game is strong. Hula, game is strong. Hey allemaal, het is vandaag woensdag. Vandaag helaas een niet zo leuke dag. Ik ga zo naar een crematie met Aniel. Dus ja, dat is wel echt rot. Lekker lunch krijgen we voor Aniel vanmorgen voor op werk. Hey allemaal, vandaag is het donderdag. En mijn schoonouders hebben Aaron hier vanochtend opgehaald. Aniel en ik die gaan vandaag eindelijk behang uitzoeken. De 17e komt er iemand langs om de lekkage te verhelpen. En die gaat het plafond fixen en de schimmelmuur in de slaapkamer en de gevolgschade wordt ook vergoed. Ik ben super blij. Heb ik toch nog niet voor niets gestreden en eindelijk komt er gewoon verandering. Ik ben zo blij. Eindelijk komt er vooruitgang. Knaloranje. Zijn mensen niet echt kopen hoor. Kijk hier, zit nog een kruis op ook. Dat zijn we extra goed beschermd. Ik hou echt van zulke printjes. Oké, dat is gelukt. We hebben superleuk behang uitgezocht. Nu behang verwijderen in de slaapkamer. En kijken waar we gaan slapen. Ik heb trouwens zalm gekocht, ik wilde zalm gaan bakken en ik gooide hem gierig in de pan, joh, terwijl die bakboter super heet was. En toen kreeg ik een spetter op mijn arm, maar ja, ik moet niet zo gierig zijn. Dus ja, ik ben even een lekker stuk zalm aan het maken. Ik heb zo'n zalmverslaving, mensen, echt niet normaal. Yes. Het wordt weer gezellig in de woonkamer slapen. Even snel wat lunch maken voor Aniel van morgen. Zo. We hebben morgen weer een gezellig dagje in het park met Aniel's familie. Van zijn moeders kant. Zeg ik het goed? Ja. En ik neem lekker wraps mee. Dikkie, kijk hè, baby. Mijn baby is zo mooi. Hey allemaal, het is vandaag zaterdag en we gaan lekker
naar het park toe met Niels nichten en neven en wat tantes en zo. Dus dat wordt super gezellig. Aroui gaat ook mee. Ik heb er zin in. We zijn er. Het park ziet er lekker druk uit. Dus we gaan... ik zie dat Niels zus al een plekje heeft gezocht. Dus we gaan daar aansluiten. Zo, we zijn tweeling. Kijk de hand, kijk Jenna. Zelfde gewoon. Hey, laat ik foto maken. Ja. Hallo. Hey mevrouw. Hallo mevrouw, hoe is het? Mag ik mama even helpen, ja? Nou, we hebben een plekje gevonden. Het is hetzelfde plekje waar ik ook met Sahara zat en met Diana en Marja. Voor Marja nog een kindje had, nu is ze al moeder geworden, super leuk. Nog niet zo lang geleden hoor. Maar ik ga mijn wrapjes uitdelen met zalm en kip. En lekker beginnen met eten. Hey, weet je wat we ook kunnen doen? Wat heeft ze allemaal? Oh joh, gek! Zo! Ik zag deze tassen wel eens in de winkel. Ik dacht nog, wie gebruikt dit nou, weet je? Nou, mijn moeder. En ze gebruikt hem goed ook. Zo. Ik zweer ze aan. Lekker man. Zij heeft letterlijk alles. Nou, we komen niks tekort. Eigenlijk hadden we niks moeten meenemen. Nee. Nee. Oh, super. Echt hoor. Alles wat je kan verzinnen gewoon is er. Oh, geweldig. Oh, dat is zo'n ding! Ja. Oh, wat leuk! Zo te springen. Oké, ja, zeg maar. Lekkere. Maar hoe blaas je dit op? Met de wind. Met de wind? Met een broodje pop. Dus kun je de aanbieding. Ja, ik heb een broodje pop. Zo, lekker zeg. Ja. Waar, wil jij je broodje pop? Dan moet je bij Sharda wezen. Maar als je iemand wil dat die water met een koud blijft, dan... Is Alina met je dan? Ja. Hier, Aniel? Ragen, die komt ook. Ja. Met die kleine? Met jou. Van de... Ah! Sorry. Ik denk het, hè. Ik denk het. Het kaartje is heel leuk. Zo, deze sangria is lekker zeg. Gewoon uit Albert Heijn. Super lekker. Een nicht van Aniel heeft meegenomen. En echt, even serieus. Deze ga ik voortaan echt altijd halen. Super lekker. Iedereen heeft wat lekkers meegenomen. Niels en neef heeft zelfs ijsjes meegenomen. Lekker ter afkoeling. En er is pom. Niels moeder heeft pom gemaakt. Nou, ik had wraps bij me. Ze hebben drinken bij zich. Chips. Lekkere snacks zie ik. Echt van alles. Het is echt van alles.
Nou, het zit er weer op. Het was super gezellig. Nu weer richting huis. Morgen vroeg heb ik een shoot voor een televisiecommercial. Maar daar kan ik nog niet te veel over zeggen. Daarna naar Rotterdam. Het Jetra Festival. En ik neem jullie gezellig mee. Hey allemaal, het is vandaag zondag en ik heb straks een commercial opname. Ik kan er nog niet te veel over zeggen, maar het wordt super leuk en ik heb er echt heel veel zin in. Yes. Daarna door naar Rotterdam Blaak, want daar is dan de Rata Jetra Festival, waar ik ga helpen als vrijwilliger. Zo, het is echt super vroeg, man. Oeh. En daar komt mijn sprinter al aan. We gaan opnemen op station Dordrecht. Dus dat is ongeveer 20 minuutjes vanaf Rotterdam Centraal. Dus dat er door zelf ook nog een documentaire naast de commercial wordt gefilmd over hoe ze de commercial filmen. Dus daar komen we ook in beeld. Dat is ook super leuk. Mijn haar is even gefixt, want ik had heel veel kleine plukjes. Dus, maar het zit ook wel leuk zo. Het is even wat anders, toch? Nou, er staat één grote mega watertank. En de bedoeling is dus dat we ook nat gaan worden. Maar gelukkig, ik heb een paraplu. Dus dat gaat me zeven. Nou, het regent hoor. Maar volgens mij staat het er wel goed op. We hebben net wat scènes opgenomen en we gaan nu wat close-upjes doen. Nog eventjes, nog een uurtje of zo. Anderhalf uur. Het is wel grappig. Zo, van de ene opdracht door naar het andere. Ah, ik ben in Blaak aangekomen. En nu aanmelden. Diana komt volgens mij hier ergens op mee. En dan gaan we helpen bij het Rata Jetra Festival. Nou, we zijn aangekomen op locatie. Hard work in progress. Ja toch? Echt leuk man dat je kon. Zo. Goed bezig, goed bezig. Fix, wat ga je doen? Ja, wacht hè. Eten. Ik kom ook snap je? Jij is daarom. Vrijwillige. Nou, we gaan beginnen met serveren. Het is 2 uur. Mama? Eet smakelijk. Ja.
Hallo. Hé, wat heet? Ik heb al zoveel gefilmd, joh. Ja. Baby, mijn kindje. Ook een katita, ja, doe ze iets, hè, toch? Waar staat de maas? Nee. Ja, tuurlijk. Nee, wat niet. Geen drinkpauze. Nou, we gaan even een interviewtje doen met Power Rickshaw TV. En natuurlijk zijn we er weer bij. Yeah. Leuk, leuk, leuk. Laten we doen het. Ik ben de kinderen. Oh, ik ben ze aan. Ja, dit is gewoon heel. Ja, ik ga kijken. Natuurlijk staan we vandaag naast samen. We gaan een eten van de liefde bij jou. En we zijn op een vrijwillige basis gewoon maar even samen. Nou, even snel geïmproviseerd. Ik wist niet precies wat ik moest zeggen. Ik heb mijn best gedaan. Soumien wordt nu geïnterviewd en ik ga weer even verder helpen, want de rij is lang. Dus je hebt bij het eerst een gedaan. Nee, ik alleen het geluid. Zie je, zoveel hard werk. Heel veel mensen zijn dankbaar, eerlijk gezegd. Weet je, als ik eerlijk ben, heel veel mensen zijn heel dankbaar voor het eten. Maar er zitten er een paar tussen. Al krijgen ze iets, alsnog kunnen ze klagen. Het is een gratis maaltijd, weet je. Het kan zijn dat bepaalde dingen opgaan. We zijn van plan vandaag 1500 mensen te voeden. We hebben er al zoveel gehad. Iedereen is keihard bezig, zoals je kan zien achter de schermen, weet je. En dan nog gaan mensen soms klagen. Ik moet me dan echt inhouden. Maar de meesten zijn wel dankbaar, gelukkig. Weet je, je moet al lang blij zijn dat je iets krijgt. Weet je, liever iets dan niets. Maar ja, we doen ons best. Kijk eens wie ook komt helpen. Mama kindje.